Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. De vorige aflevering zijn we dit avontuur begonnen en we spelen dus Pokémon Emerald met wat rare tintjes erin. En ik vind het tot nu toe erg leuk. We hebben een Solosis met rare typing, dat is sowieso al interessant. En verder moeten we eigenlijk een beetje afwachten. Oeh, deze Magikarp is trouwens level 13. Dat is leuk voor de XP, denk ik. Hoop ik. En verder is een beetje afwachten welke aparte dingen we nog meer gaan tegenkomen. We konden ook nog kiezen uit een, volgens mij, op gevoel zeggende, een Dreepy die Dragon Fire was. En een hele heftige Ponyard. Maar ik weet niet zo heel goed meer wat die Ponyard. Ik weet niet zo goed wat die Ponyard voor type is, want dat konden we niet zien van tevoren. En er was ook nog een Tynamo die wel interessant was. Maar misschien dat we die later nog tegenkomen. In ieder geval gaan we nu zo meteen de Paddleburg Woods in. En dan gaan we kijken of er daar nog wat spannende dingen op ons staat te wachten. Cindy heeft een Snubbull. Ik weet dus ook niet of er Fairy type in deze game zit. Daar ben ik eigenlijk wel erg benieuwd naar. Dit deed in ieder geval damage. En hij doet Tackle, dat is geen Fairy move. Scary Face is ook geen fairy move. We gaan dat nog niet weten, want de Snubbull is in ieder geval dood. En Cindy is gone. Cindy is gone! She can't breathe for the first time. Paddleburg Woods. En Pokeball, kijk, Pokeballs zijn altijd leuk. En Tiny Mushrooms ook, want als we die verkopen, dan krijgen we daar monies voor. Oké. Nou, ga weg, dank je. Oh, en een wilde Pokémon. En deze wilde Pokémon is... Oeh, hey! Dit is een rare Venonat. Zou die steel zijn? Deze wil ik vangen. Deze Pokémon wil ik. Zullen we de Polkabal proberen? We proberen de Polkabal. Dat niet. Maar als het de Steel Pokémon is, hè. Oeh, hij doet Confuse Ray. Ik wil eigenlijk weinig type overlap. Dus eigenlijk helemaal geen type overlap. En ik wil eigenlijk allemaal nieuwe forms. Nou, doe eens even normaal, Venonat. Ga gewoon in die Pocketball. Kijk, we hebben de Venonat. Nu ben ik heel benieuwd welke type is. Ik verwacht Steelbug. Laten we kijken. Back. Nee, niet back. Pokémon. Venonat. Summary. Bug Dark. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Maar past gewoon goed in het rijtje. Welke aanvallen kan hij? Alleen Confuse Ray en Tackle. Bug Dark. Oké. Nou, weet je wat? Laten we hem gewoon in het team doen. Ik vind het interessant. Laten we hem zelfs vooraan zetten. Al kan hij nog niet zo hele goede aanvallen, maar dat is niet zo erg. Gaan we hem wel eerst even healen. Want ik denk dat het anders wel heel erg triest wordt. Leuk. Weet je, ik wil meerdere Pokémon gaan proberen. Als ik gewoon allemaal Pokémon tegenkom met een rare typing voor mijn gevoel, zeg maar, dan... Dan wil ik dat allemaal proberen. Misschien dat we dan wel 7 of 8 Pokémon hebben, dat er soms een Pokémon even ruimte moet maken voor in de box. Maar ik vind het in ieder geval tot nu toe erg interessant. Zeker omdat dit een game is die ik eigenlijk denk ik van alle Pokémon games het meest heb gespeeld. Kijk.
Nog steeds vraag ik me af waarom er voor constante Sinnoh-muziek is gekozen en niet ook gewoon een mix met andere gens. Maar dat zullen we nooit weten. Hier hebben we een natte Veno. Oké, we gaan de woods weer in. We hebben in ieder geval een Bug Dark bij. Ik was van overtuigd dat het de Steel Pokémon zou zijn, maar nee, het is Bug Dark. Een wormige pol. En ook level 7, net als mijn Venonat. Ah, we doen semi-damage. Niet echt oké, maar we moeten wat, hè? Tickle! Nice. Oké, de Wurmple is dood. Krijgen we nog wat XP? Oh ja, redelijk XP zeker. En Solacius krijgt ook XP. Nice! Shared XP! Oh mijn god! Deze game wordt beter en beter. Deze game wordt echt beter en beter. Haha! Wat goed! Shared XP, daar ben ik zo blij mee. Zal trouwens mijn Confusion ook niet heel veel doen, denk ik nu. Oh, doen helemaal niks. Wacht, hè? Hoezo doet Confusion helemaal niks? Confusion moet je toch nog alsnog gewoon op Dark Pokémon kunnen doen? Solo sis, doe even normaal. Wat? Drie keer achter elkaar, ik word hier genaaid. Ik ben nog steeds geconfused. Oh, ik wil zeggen. Ja, dat is niet genoeg. Ah, ik ben gesnapt hoor, eindelijk. Ben al net dood, gelukkig. Lyle, je bent een bitch. Dat je het even weet. Wat ligt hier? Oh, eerst een wilde Pokémon. Een Ladybug. Wat cute. Een Paralyze Heal. Oké. Daar kunnen we wel wat mee. Oeh, huh? Zie je de geheime tunnel ergens dan? Hoe kom ik naar rechts? Dat is nieuw. Ik wil daar naar rechts. Oeh. Krijgen we dan ook een Great Ball als we hem killen? We battelen tegen hem. Nou, Team Aqua, laat maar zien wat je in huis hebt. Moochenna ben ik niet heel erg blij mee als een Dark Pokémon. Attack gaat omhoog. Zet attack blijft hij doen. Zullen we gaan switchen? Als je die bite doet, ben ik echt genaaid. Oh, zet attack. Oké. Magical Leaf. De attack wordt nog hoger. Oh jee.
Ah, oké, hij is dood. Gelukkig. Venom heeft level 9. En er ligt Faint Attack, dat is wel nice. De Team Aqua Grunt is gone. Met 200 monies, dat is niet veel. Oké. Krijg ik nu een Great Ball van jou? Ja, dat is nog steeds hetzelfde gebleven, zo te zien. Ik vraag me af of ik kan hier naar rechts lopen. Oeh, dit ziet er naar. Oh, ik dacht oprecht dat het een pad naar rechts was. Hier, dit zag er echt uit als een pad naar rechts. Oké. Okay. Misschien later dan nog? We gaan het zien. Oeh, ba, een lady. Tiritip. Tackle! Oh, ik had misschien wel Faint Attack en hoe denk ik nu? Heavy Punch? Ik ken die hele aanval niet. Ah, dat deed super veel meer damage. Nice. Nice, oké. Zoloze level 12. Ninkara. Ninkara. Oké. Ninkara is zo'n bugger Pokémon. Die kunnen we wel even kapot maken. Doe eens even normaal, Ninkara. Hier, weg met jou. En verder naar level 10. Nice. En Ladyba alweer. Met zijn bokshandschoentjes. Ladyba. Ik vraag me toch af hoe ik bij dat rechterstukje kom. Maar het zal wel. Och. Nog een Pokémon. En het is niemand minder dan Zigzagoon. Een Pokébal, daar houden we van. Nou. Snubbel. Je vuile snubbel. Ik ben verschrikkelijk lekker boedend. Een potion, nice, nice. Allemaal handige items. Super, kijk. Het werpt zijn vruchten in ieder geval af. Dat was hem. Nog wel een wilde Pokémon. Een Hoppip, wat moet ik daarmee? Helemaal niks kunnen we daarvan maken. Oké. Nou, deze beetje nog verslaan. Accept your challenge. Winston met een Zigzagoon. En Winston is volgens mij zo'n Rage Kid. Dus daar krijg je heel veel monies voor. Hij doet kopstoot. Nou, Zigzagoon is ook om. Ik krijg wel zoiets veel monies voor als dat deze gast is. Rich Boy Winston was defeated. Kiboom. Ja, 2000, kijk. Ik wil haar op zich wel verslaan, maar... Wacht.
Kijk, zo durf ik wel met Pokémens te gaan vechten. Dan doen we dat gewoon. Kom maar vechten, mijn Mifreeu. Wat heb jij nou in petto voor ons? Haley? Haley heeft een Lotad. Een lage tat. Op 1 HP. Wauw. En dat was een crit. Nice. Lekker Lotad. Heeft die experience maar. En dan krijgen we Shroomish. Nou, laten we maar gewoon erin. Joh. Shroomish is volgens mij ook nog geen, geen fight. Dus ik hoef nog geen psychische aanval te doen. Attack op mij een beetje hier. Faint attack op je gezicht. Ik ben benieuwd of de eerste gym nog steeds een rock gym is. In ieder geval level 13, dat is wel mooi voor Solosis. Is het een double battle? Ik hoop het wel. Ja, het is een double battle. Ik hou van double battles. Shroomish en Lotad. Nou doen wij het met Venonat en Solosis. Wel allebei level 10. Wellicht een hoop experience daarvoor. Super effective astonish. Nou, dat was de Lotad. Die is hier nu nog voor weg. Kijk, dat bedoel ik met experience. En de confusion, lots of lots. Zo schiet het toch aardig op met XP. Erg benieuwd waar mijn twee vrienden in evolueren. Ik heb een idee. Als hij nou alleen maar waterpokémons heeft, dan kan ik hem heel veel magische lieven. En dat is nog meer XP. 3 waterpokémons hoop ik. In ieder geval 1 Magikarp. Magikarp! Oh, hij doet splash. Zo. Ik krijg ook niet zo heel veel XP, zie ik nou. Dit was niet de moeite waard. Misschien voor de monies die we krijgen. Maar ook dat verwacht ik niet dat dit echt de moeite waard was. Maar we hebben wel Splash gezien. En dat is al cool. Nee, dat is niet cool. Dat was een crit. Nice. Als we de crit het hardst nodig hebben, verdwenen hij. Of als we het minst hard nodig hebben, dan komt hij. Nou. Kom erop met je laatste Magikarp. Ja, als hij nou level 16 was, dan hadden we ook denk ik van, nou, dan hebben we er misschien nog wat aan qua XP. Maar deze Magikarps zijn geen partij voor mij. Wel level 14 misschien net aan? Nee, net aan niet. geld. Ook niet echt veel. Oké. Okay. Laten we de Pokémon Center ingaan. Ze zullen nog geen HM's in Overworld fix gedaan hebben. Dus ik kan wel kut gaan halen, maar ik heb de gym nog niet verslagen. Kijken of we het meteen kunnen doen. We kunnen in ieder geval meteen naar binnen.
voor de rest nog niet echt gezien dat er iets veranderd is. Kijk of dit een rock gym is. Het is judo, dus ik verwacht dat gewoon de gym een rock gym is. En ik heb een grasaanval, dus dit wordt helemaal feest, denk ik. Een dubbel team bij Venonet, nice. Nou, Josh is verslagen, dat was één. Die free XP gaan we natuurlijk niet laten liggen. En een dubbel battle, en daar vind ik altijd fijn. Magical Leaf is misschien op twee Pokémon zelfs. Dat zou heel nice zijn. Geodude en Geodude. Heel origineel, boys. Nee, het is maar op eentje. Dat is jammer. Wel sneller dan allebei de Geodudes. Dat is wel hard. Ik bedoel eigenlijk dat allebei mijn Pokémon sneller zijn dan allebei de Geodudes. Oh, nog een Geodude. Dat is wel een beetje eentonig, boys. Nou, dan gaan we voor die level 13 nog maar een keer zo. Als ik hem nou crit, dat zou mooi zijn. Nee. Helaas. Wel lekker voor XP dit hoor. Ripen? Oeh, what the fuck is ripen? Raises defense and sharply raises special attack. Ja, die kan ik niet laten liggen. Wat ga ik... Wat doe ik vaker? Stunspoor of sleep? Stunspoor weg. Ben er net ook, hot, plots. Nu zou ik het bij hem niet nodig hebben om te ripen, maar... Dude. So, Geodude is gone. Chikuwing gone. En wellicht kunnen we Roxanne ook nog wel verslaan. Nou, Mark. Adios. En deze gast ook. Ik weet niet welke van de twee Mark was, maar in ieder geval adios. Nou, Roxanne, geef mij die eerste gym badge maar gratis. Spannend. Roxanne heeft een Aron, die had ik niet verwacht. Dan zal grasaanval wel weer minder doen. Misschien dat Confusion dan iets meer doet. Hij blijft rock natuurlijk, hè. Ik weet niet, nooit precies hoe dat werkt. Maar hij is geconfused en dat is al in ieder geval mooi. En hij hurt zichzelf. En dan hebben we echt gewoon een goede stap gedaan. Het doet gewoon normaal damage, dus had ook wel prima geweest. Nice, level 16 voor Solosis. Marini, oeh. Heel ziek. Die is waterpoison, hè? Oh, what the fuck? Nee, dit is geen waterpoison. Die ziet er erg rock uit. Doe eens normaal, Marini. Oh, hij is niet eens dood. Oh.
Potion Sting. Ja, dat is wel super effect, omdat ik grass ben natuurlijk. Oh, en ik ben ook nog gepoisoned. Wat? Nou, Marini is in ieder geval dood. Bijzonder Marini dit. Oeh, en de laatste is een Geodude. Wel raar dat ze met een Geodude afsluit, maar het zal wel. Magical Leaf! Lekker Solosis, je hebt geowned. En Venolet level 16. We zijn nu allebei level 16. Heel ziek. En 3600 Ammonies. The Pokémon League's rules state that the trainers are to be given this if they defeat the gym leader. Geef mij maar zo'n Stone Badge. Lekker hoor. We hebben een Stone Badge gekregen. Dankjewel. Nu kan ik kut gebruiken. En TM 39. Rocktomb. Nice. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je heel erg bij de volgende aflevering van Pokémon Burning Emerald. Adios, amigos.